De jeugdspelshow van de Tros met Martin Brosius. Thuis, hartstikke leuk. Voor thuis dat we er allemaal weer zijn op deze eerste woensdag in de lente. Hè? Bij de 121ste aflevering alweer van Ren. Doet hij mee of is het een zij? Dat is een zij. Een zij, nou, wat leuk. Die laat ik dan aan deze zij. Hè? En dan ga ik beginnen met deze zij. En jij heet Bianca. Nou, mag een handje geven. Maar straks gaan we helemaal op het einde gaan we allemaal een hand geven. Ga ik even verder met Harry, Arnoud, Irma en Ria. Ja, ja. Van welke school? Maria! De Maria school, maar uit! Okay. Hey, nee. Goed, we gaan eventjes verder. Hier hebben we Jan Bart. Jan Bart. Wat leuk, twee namen. Ja. Hoe komt dat? Eentje is voor mijn opa en eentje is voor mijn andere opa. Twee opa's? Oh, je hebt twee opa's, ja, natuurlijk. Ja. Je vader heeft er niks mee te maken, dus. Nee. Oh, nee? Nee. En hebben we hier Reinier hebben en Mariska en Nicole en Clyde. Zeg je het goed? Ja. Clyde. Oké, van welke school? Ja! Je moet je hier gaan denken, de regenboog, hè, in de lente. En maar uit! Nou, we zijn er allemaal klaar voor, wat lukt. Het is zo. Ik wil wel even weten. Rock'n'roll, waar komt het oorspronkelijk vandaan? Want dat waren, het was een beetje een Nederlands repertoire wat je nou zong. Ja, maar het waren echt originele nummers. Ja, van wie komt die tekst eigenlijk? Van mij. Oh, je hebt het zelfs een keer geschreven ook, wat allemaal aardig. Ja. Nou, dat willen we wel eens even weten. Dat was een Hollandse tekst. Maar waar komt de rock'n'roll oorspronkelijk vandaan? Hey, 1. Uit Engeland. 2. 2 uit de Verenigde Staten van Amerika. Hè? Of 3. Brazilië. Ren. Nee, de rot. Nee, hoe gaat het weer? Ren! Ja! Ja! Waar komen ze vandaan? De rock'n'roll komt uit de Verenigde Staten van Amerika. Ja, ja, inderdaad. Juist, de Verenigde Staten van Amerika. Trouwens, wanneer waren er voor het eerst echt mensen op de maan? 1. Wanneer? In 1960. 2. In 1961. Of 3. In 1969. Hup, daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ren! Ja! Ja, wat is dit nou allemaal? Hé, hey, Nico! Hij krijgt applaus. Ja, omdat je het hier eentje toch durfde te doen. Oké, volgende keer. Ja, het was inderdaad om precies te zijn 16 juli 1969. Een voorbeeldige dag in het sterrenstelsel. Trouwens, ik heb nou ineens het idee over sterrenbeelden gesproken. Jij bent de waterman. Ja. Oh nee, dan heb jij zo'n badmuts open. Nee, nee. Nee, je hebt wie er nou geboren is, hè? Dus wie er nou jarig is in deze tijd, die is ram, hè? Een ram. Met zo'n gewei. Oh, je bedoelt met van die horens? Ja, horens. Ja, horens, ja. Oh ja, welk dier heeft geen gewei? 1. Een hert. 2. Een rendier. Of 3. Een antiloop. Nou, loop je, ik bedoel, ren. Ren. Je. Rap. Ja, daar gaat het. Oké. Okay. Ja. Ja, wat is. Oh, ja, 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 ja. Inderdaad, hoor. En het is inderdaad antiloop. We hebben het nou over verlegen, maar wat wordt bedoeld met ergens verlegen om zitten? Ergens verlegen om zitten, wat wordt ermee bedoeld? Hoe bedoel je? 1. Dat bedoelt, ja, ergens behoefte aan hebben, dat betekent ergens, ja, of 2. Ergens geen raad mee weten, of 3. Je ergens over schamen. Hoe? Help maar mee. Ja, ben je er klaar voor, meid? Ja, 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 dat gaat heel goed. Ja. Ja, ik heb een vrije dag. Ik heb een slimme dag. Ja, een slimme dag. Ja. Wat betekent dat precies? Wat wordt bedoeld met ergens om verlegen zitten? Ja, jammer, Arnoud. Nou ja, vond ik het weet inderdaad. Want ergens geen raad mee weten, dat betekent ergens mee verlegen zijn. En je ergens over schamen, ja, dat betekent ergens verlegen om zijn. Ja. Oké, mensen, muziek. Wij gaan hoogstpersoonlijk aankondigen een groep. Ja. En deze groep heet... Katja, go, go! Wat nou? Oh ja, zo heet die groep. Nee, je kan er ook niks aan doen. Het is echt wel... Ja, en het zijn 5 boys uit Engeland. Speciaal voor Ren je rot hier naar de studio gekomen. En ik ga eventjes zeggen welk lied ze gaan zingen. Nummer 1 op de hitlijsten in Engeland. Too shy.
maar nu is de tussenstand. Ria, tussenstand. Nee, de tussenstand, Ria. Ja, het is een heel ander melodietje. De tussenstand. Ja, de tussenstand. Maria School in Eemnes, 19 punten. Ja, hoe weet je dat? Ja, 19. Ja, jij bent waarzegster, geloof ik. En wat is er met Alfa aan de Rijn aan de hand? Even wacht. Ja, de Alfa aan de Rijn. Ook 19, dat is leuk. We hebben gelijke stand. Ja, weet je wat we zullen doen? Wij gaan alvast kijken, thuis en hier ook trouwens. Nee, niet naar Sjaars, nee, die is al geweest. Nee, naar leeftijdsgenoten van het kindercircus Sampelli. Daar staan we. Nou, mensen van deze evenwichtskunstenmakers. Gaan we even een vraag overstellen dan maar. Hè. Waar bevindt zich het evenwichtsorgaan? Het evenwichtsorgaan bij deze mensen, nou bij alle mensen, hè, is dat 1. Hè, dus waar hoort dat? Bij het oor. Hè, waar hoort het evenwichtsorgaan zich te bevinden? Bij de grote hersenen of bij de kleine hersenen? Dus waar hoort het orgaan bij de kleine, grote... Ho! Ria, help even mee. Ben je er al? Rijnderaar! Ja, oké. Nee, ho. Oh, Ria. Ria, ja. Inderdaad, ja, het is bij het oor. Absoluut. Ja, hoor, jij hebt een bal. Iedereen is nog steeds blij. Wat goed, hè. Ja, dat heeft met vloeistof te maken. Met vloeistof in het oor, echt waar. Zeg, we hebben nou net iets over het oor. Hoor eens. Weet je wat we ook gaan doen? We gaan luisteren en kijken naar de jury van de Volkssterrenwacht uit Hoeve. Ik ga ze even voorstellen. Dat zijn... dat mag best nog een geweldig applaus. Oh, wat een verrassing, hè. De Vloeistof uit Tilburg. Ja, waar zijn wij aan toe? Weet je wat, we zijn er toch een beetje in de ruimtevaartsfeer. Een Nederlander. Ja, een hele bekende Nederlander, die gaat... Wubbo, ja, we kennen Wubbo toch wel? Wubbootje, ja. We hebben gehoord, Wubbo Okkels, ja, die gaat nou, ja, in 1985 pas, maar die gaat ook de ruimte in. Maar dan wil ik even van jullie weten, in welk ruimtevoertuig gaat onze landgenoot werken en wonen? Hoe heet dat? Eén. Hij gaat werken en wonen in de Skylab. Of twee, hij gaat daar... Nee, hij gaat in de Space Lab. Of gaat hij drie, in de Space Station? Oeh, nou, daar gaan we, mensen. Ja, kom maar beide, ja. Ja, waar gaat... Wubbo Okkels. Ai, ja, hoor, met z'n allen. Geweldig daar, heel goed. Oké, mensen. Ik wil alvast voor thuis zeggen, pak alvast potlood en papier, hè, want we gaan weer eventjes een verrassingsvraag gaan we doen. Maar eerst eventjes die verrassingsvraag van de vorige keer, die ga ik even stellen. Mogen jullie voor rennen allemaal. Wat was dit ook alweer? Eén, een gedeelte van een ring, hè? Of twee, een kant van een brilmontuur. Of drie, het oog van een scharenje. Daar gaan we heel makkelijk deze keer. En thuis zijn ze ook allemaal benieuwd. Kijken wat ze gaan doen. Thuis, letten jullie op. Oh, en inderdaad, er waren er een heleboel goede antwoorden. En weet je wat we zullen doen, Ria? Kijk eens even wat je al hebt neergelegd. En dan nu, ja, wij moeten er ook uit. De eindstand van Renje. Alfa aan de Rijn heeft 29 punten. Hey, de regenboog, ja. En de Maria School. Ik mis 30. Ja, 30. Ja, en Ria, dat is een leuke avond gewonnen. Maar wat hebben zij gewonnen? De helft van het geld gaat naar een school in Afrika en de andere helft naar de schoolbibliotheek. En ze krijgen allemaal een bal. Wie? Allemaal? Allemaal. Iedereen. Ook op de tribune. Ja. En wat dan meer? Oh, een pen. Oh, voor de kandidaten. En de kandidaten mogen hun renshirtjes houden en je renschoenen mogen jullie houden. Dat geldt voor jullie ook. Geweldig, baas. Hè? Ik ga afscheid nemen. Ja, ik ga afscheid nemen. Maar wacht even. Niet eerder dan... Joepie! Ho, wacht eens eventjes voordat jij deze studio verlaat. Heb ik een alleraardigst geschenkje. Wij weten namelijk, hè, dat Ria, ja, dat hele Renje Rotteam wist dat ze gek was op hoedjes. Staat deze hoed goed? Staat die hoed goed? Ja!
Oké, alle twee voor jou. En nou ga ik even afscheid nemen voor thuis. We zien elkaar zo. Hallo, dag allemaal, tot ziens. Regenboog, Alfa aan de Rijn. Als je er nog even mee wacht, ja. Want ik ga eventjes thuis af. Kijk, een bal tegen elkaar. Dus, dag allemaal, tot de volgende keer. Dan kijken jullie toch ook weer. Oké, dag Bianca. Hoi. Dag Harry. Dag Pa. Dag Arnoud. Dag Irma. En dag Ria. Hey, dag allemaal. Hallo. Hallo. Kijk eventjes. Dan Bart, ik ga afscheid nemen voor jou. Mariska, Colle en Clyde. En wat een lekkere puinhoop, zeg. Zo moet het, mag ik meedoen?